NEC mag dan in de Eredivisie flink aan het knokken zijn voor handhaving. In het bekertoernooi ziet het er voor de Nijmeegse club een stuk rooskleuriger uit. En doet de club ook nog volop mee. Woensdag 26 maart wacht de halve finale wedstrijd uit tegen PEC Zwolle. Tijdens een bijeenkomst van NEC en de ondernemerssociëteit regio Nijmegen, de OSRN in Club Matrix, werd er enthousiast vooruit en teruggeblikt. Leeft de halve bekerfinale al een beetje onder de spelers en de staf? Kijk, we zijn zo druk met de competitie. En het is heel goed denk ik om alle aandacht op de competitie te richten op dit moment. En in de achterhoofd speelt er natuurlijk een beetje mee. Maar het is heel belangrijk om te focussen op elke eerstvolgende wedstrijd. Nou, die is voor ons Heerenveen uit. En dan moeten wij zorgen dat we punten halen. En vervolgens, ja, komt dan natuurlijk weer dan komt de halve finale. Ja, je zit nu in een periode waarin je kaart moet knokken voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Is zo'n bekerwedstrijd dan niet een lastige onderbreking? Nou ja, goed. Ik denk wel dat het NN kan. Het is heel goed denk ik om te focussen op de wedstrijd en de competitie. Daar willen we graag de punten halen en willen we ons veilig spelen. En daar hebben we op dit moment natuurlijk alle energie voor nodig. Maar zo'n bekerwedstrijd, ja, dat is een welkome afwisseling, denk ik. Het is niet zo dat het ten koste van iets moet gaan. Het kan heel goed NN, denk ik. En speel je dan met een vergelijkbaar team als in de Eredivisie of komen er ook andere spelers aan bod? Nou, dat moeten we kijken, maar het zal niet. Het hangt ook een beetje af natuurlijk van de resultaten die we behaald hebben. Het hangt af van de blessures die er zijn, van de eventuele twijfelgevallen. Competitie vind ik hartstikke belangrijk, maar deze halve finale is natuurlijk ook hartstikke belangrijk.